als je meer geld gaat uitgeven, creëren meer inflatie en die gaat galopperen en dan komen we er niet vanaf. De heer Epping, ja 21. Ja, voorzitter, ik wilde vragen aan de heer Dassen of hij gisteren heeft opgelet bij de stemming. Tijdens de stemming werd een motie Epping aangenomen, waarin gesteld werd dat we geen nieuwe Europese schulden moeten aangaan voor nieuwe EU-fondsen. De motie werd ontraden door het kabinet, is toch aangenomen. Ik dank daarvoor ook de VVD trouwens. U praat over dingen die we eigenlijk al hebben afgewezen. De heer Dassen. Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Epping de kortzichtigheid laat zien van de JA21-fractie. Door nu al te stellen van dat we geen nieuwe Europese schulden met elkaar aan moeten gaan. We zitten met elkaar in een crisis en het is ook in het belang van Nederlandse ondernemers, die volgens mij JA21 toch ook naar het hart gaan, om juist te zorgen dat we deze crisis als Europa samen doorkomen. En ja, je hoort de discussie in andere landen alweer opbloeien dat er een roep komt om nieuwe Europese schuldendeling. Dan kunnen wij hier als Nederland weer met z'n allen gaan zeggen, dat willen wij niet. Dat willen wij absoluut niet. Ik denk dat het heel terecht is van de minister van Financiën dat ze de motie ontraden heeft. Ik denk dat het ontzettend kortzichtig ook is van de VVD dat zij voor deze motie hebben gestemd. En ik ben nog steeds van mening dat de discussie daarmee niet af is, maar dat we die juist nog moeten voeren. Dank u wel. De heer Epping. Ja, ik wil er nog aan toevoegen, voorzitter, dat als we beginnen met grote Europese fondsen zoals een energiefonds of laten we zeggen een anti-inflatiefonds van honderden miljarden, 700 miljard of zo, het gevolg daarvan is meer inflatie. We moeten ook in Europa en ook de Europese Centrale Bank moet rekening houden met als je meer geld gaat uitgeven, creëren meer inflatie en die gaat galopperen en dan komen we er niet vanaf. Ja, dat is hem. Ja, voorzitter, we moeten er ook voor waken dat gezonde bedrijven in Europa niet omvallen vanwege de huidige energiecrisis. Dat is ook in het belang van Nederland. We moeten ervoor zorgen dat daarin we elkaar helpen om juist te zorgen dat we, als we deze crisis voorbij zijn, dat Europa een gezonde economie heeft waarin ook Nederland en de Nederlandse bedrijven daar goed van kunnen profiteren. De heer Epping. Ja, ik wil voorzitter toch erop wijzen dat het fenomeen inflatie enorm hardnekkig is. Heel moeilijk om ervan af te komen. Ik heb dat zelf meegemaakt in de jaren 70, ik heb dat verteld. Dat heeft 10 jaar geduurd, omdat ze voortdurend dezelfde fout maakten en meer geld gingen uitgeven. En bedrijven vallen dan ook om. Dus bestrijden van inflatie is een van de prioriteiten die elke regering nu moet hebben. Dank u, voorzitter. Ja.